De democratie gaat over de meerderheid, maar ze hebben wel de verantwoordelijkheid voor de minderheid. En dus kun je echt aan allerlei knoppen draaien, zeg maar. We gaan aan het uit elkaar trekken. Ik vind het een prachtig detail. De comfort die het met zich meebrengt, er zit heel veel voordeel aan. En een andere mooie kwaliteit ervan is, is dat het tijdelijk is. Bepaalde acties die beïnvloeden natuurlijk wat je denkt. Ontwerpen we misschien exclusiviteit in de hand. De meest duurzame vorm van werk is eigenlijk verbeeldingskracht inzetten. Goedenavond, welkom bij World Design Embassies, een programmareeks van de Dutch Design Foundation. Die kent u natuurlijk van de Dutch Design Week, maar ook deze embassies zijn er onderdeel van. Acht verschillende programmagroepen waarin het hele jaar door samen met partners wordt gewerkt en wordt nagedacht over wat de toekomst van design kan zijn. En dan specifiek op het vlak van duurzaamheid, omgang met plastic, omgang met water, mobiliteit. Wat kan design betekenen voor een mooiere toekomst op die vlakken? Vandaag hebben we het over de Embassy of Inclusive Society en dan gaat het niet over het bereiken van één bepaalde doelgroep of één bepaald thema, maar om een set van narratieven, perspectieven en methodes. Daar ga ik het dan hebben met een hele rij gasten. Hier aan tafel Shai Raviv, curator van de Embassy of Inclusive Society, social designer zelf en medeoprichter van de Voorkamer. Een plek waar meerdere culturen elkaar ontmoeten. Rechts van mij Maschin Kawinski, kunstenaar en adviseur inclusie en diversiteit. Charlotte Vromans zien we zo in beeld, uh, adjunct directeur van ACTIS. Sadiq Hashoui, directeur Stichting Schuldenlab en uh, Society Impact. En last but not least Frank Nogbruis, beleidsmedewerker ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van het programma Onbeperkt meedoen. Onbeperkt meedoen kunnen jullie thuis ook. Als je vragen wilt stellen, ga dan naar menti.com. En dan heb je de code 52550136. Die staat nu ook in beeld. Als je die invoert, dan kom je op de specifieke pagina hiervoor. Stel je een vraag en dan komt die bij mij op de iPad. En zo hebben we alles technisch rondgebreid. Van harte welkom om dat te doen. Shai, ik begin met jou. Welkom. Dank ja, je. De embassy is nog vorm aan het krijgen. Afgelopen Design Week was de eerste editie. Uh, jij was toen nog geen curator, dus het is toch helemaal buiten jou om. Maar wat was er toen te zien? Ja, uh, vorig jaar ging het namelijk op uh, bewustwording. En verschillende kanten van inclusie en diversiteit laten zien. Dus er waren heel veel uh, voorbeelden van projecten die vanuit allerlei doelgroepen, uh, onderwerpen, thema's iets met inclusie proberen te doen. Uh, of die, die thema te uh, verkennen. En er was ook een uh, ontmoetingsruimte. Dat was een uh, kapperzaak. Uh, en je kon je uh, haar laten knippen. Maar ook in gesprek gaan uh, met verschillende uh, kappers. Ja, die vanuit verschillende achtergronden en expertise met je in gesprek gingen over inclusie, diversiteit, over je eigen verhalen. Um, en ja, dat was vorig jaar Embassy. Ben je geweest toen? Heb je je haar laten zeker. doen? Zeker. Ik heb mijn haar niet laten doen. Oh, niet laten doen. Het was zeer druk, uh, maar ik ben zeker geweest. Ja. Mooi. Heb je iets gehoord over de gesprekken die gevoerd werden? Ja, ik heb gehoord dat die, ja, die gesprekken waren ja, heel uh, uh, interessant en heel gevoelig. Mm -hmm. uh, en dat je dat. Ik zou niet verwachten dat je bij een tentoonstelling uh, binnenstapt... en dan ga je je haar laten knippen en in een gesprek gaan. Dat dat wel uh, bleef hangen bij mensen. Ja, mooie koppeling. Zeker. Vaak gaat het toch over, ga je nog op vakantie als je bij de kapper zit? Maar dit, ja. is, dit was diepgravendig. Nou ja, er zijn ook heel veel persoonlijke uh, gesprekken bij de kapper. Die ja. zijn wel goed bezig met een uh, soort van psycholoog zijn van veel mensen. Ik spreek sowieso dat... kennis uit boeken, want ik kom weer bij de kapper. Dus wat mij betreft is het helemaal <laughs> geen... Uh, geen verhaal. Hey, um, hoe kun je eigenlijk ontwerpen voor een inclusieve maatschappij? Dat is waar jullie je over buigen. De invulling van de Embassy is dit jaar niet vanuit één narratief, één bepaalde aanpak. Juist niet, eigenlijk. Wat? Ja, nou, omdat we onze leven uh, ingewikkeld willen maken. Nee, omdat we. Uh, als curator vind ik het zelf veel interessanter om te uh, denken aan een narratief als een uitnodiging. Uh, die uitnodiging creëren we samen met uh, ervaringsdeskundigen, met verschillende mensen, met creatives, met ontwerpers, met organisaties. En het is een uitnodiging om onze eigen blind spots te identificeren. En dan als vervolg um, met een nieuw of aantal nieuw aanpakken uh, met het onderwerp van inclusiviteit om te gaan. En natuurlijk komen we met een bepaalde richtlijn, elementen, dat noemen we als bouwstenen. Uh, binnen dat, uh, die uitnodiging. Maar het is niet een perspectief. Het misschien juist het aantal perspectieven die elkaar ook schuren. En dat is wat ik veel interessanter vind. Dat schuringruimte. Ja, wat natuurlijk past bij diversiteit en inclusiviteit. Dat je niet zegt: dit is mijn mening en zo gaan we het doen vanuit de Nee, perspectief. Ja, en je zou heel snel tegen het gevoel dat bepaalde doelen elkaar uh, conflicten. En dan uh, heb je het gevoel dat je een soort van. Beslissing moet maken of dat je een antwoord moet geven. Maar dat kan gewoon niet. Dus het gaat voor mij juist over. Uh, navigeren tussen de verschillende perspectieven, tussen de vragen en vanuit dat navigatieruimte, een nieuw aanpak, aanpakken, manier van werken, kijken, doen en voelen met elkaar uh, in kaart brengen. Dan nou ben jij mede oprichter van de Voorkamer in Utrecht, een plek ja. waar verschillende culturen elkaar ontmoeten. Welke lessen neem je daarvan mee naar de embassy? Ja, uh, yeah, dat uh, is een goede vraag. Um, nou, in de afgelopen periode begin ik te denken aan de. Um, yeah, weer, Ik gebruik dat woord navigatie. Hoe je navigeert tussen aan één kant wat wij als ontwerper altijd leren: dat je vanuit de behoeften van een specifieke groep je ontwerpproces gaat beginnen. Uh, dat is zeer bekend bij uh, human-centered design: uh, verkennen dat de behoeften en dan specifieke groepen voor een specifieke groep ontwerpen. Maar uh, bij inclusie wil je eigenlijk uh, voor iedereen ontwerpen. En hoe kan je tussen dat voor een specifieke groep ontwerpen... tegelijkertijd voor iedereen? Hoe vind je de ruimte daar voor je beslissing, voor je designproces? En um, ik denk dat dat ruimte... Uh, wanneer werk je voor de specifieke groep? Wanneer werk je breed voor iedereen? Kan je eigenlijk zien als een soort beslissingmoment. Uh, die je aan de hand van de locality van de situatie kan uh, aanpakken. En um, bij locality bedoel ik time and place. Soms zet ik een actie gericht op één groep. En soms zet ik juist de beslissing, mijn tone of voice, mijn communicatie voor de brede, uh, voor de minderheid meerderheid. Mm -hmm. En bij de voorkamer is een heel mooi voorbeeld. Um, in het begin uh, ja, wij, wij werken met uh, doelgroepen van, van mensen die nieuw zijn in Nederland, uh, AZZ-bewoners, statushouders, maar ook mensen die hier al jaren wonen, maar nog niet helemaal thuis voelen. En onze tagline was in de eerste jaren um, een ontmoetingsruimte voor nieuwkomers en locals in Utrecht. En na een uh, aantal jaar kwamen mensen, geluiden vanuit de community van hé, hey, wanneer ben ik local en wanneer ben ik een nieuwkomer? Oh ja. En um, dat, ja, toen hadden wij eigenlijk een soort van probleem... met onze eigen uh, manier van communicatie en ook manier van denken... dat we willen voor iedereen, maar we zitten altijd twee groepen naast elkaar. Uh, en nu uh, zeggen we dat de voorkamer is een plek waar culturen elkaar ontmoeten. En dat betekent dat je kan in Nederland jaren wonen... en misschien met een andere culturele achtergrond of een andere kant van Nederland... kom je in Utrecht, je voelt nog niet helemaal thuis... Je komt bij de voorkamer en je komt in aanraking met een andere cultuur. En dat bedoel ik bij de time and place, dus de locality om een beslissing te maken. Wij werken zeker specifiek voor bepaalde doelgroepen, door activiteiten, programma, door heel veel energie te besteden, maar wij zijn er voor iedereen. En het verschil zit eigenlijk in een paar hele kleine woordjes, maar yeah. meteen een drempel of een uitnodiging naar binnen toe eigenlijk? Het is in de, in de communicatie, dus het zit in de taal en woorden, maar het zit ook in een soort state of mind dus soms ga je een activiteit richten op een specifiek doelgroep omdat daar de behoefte zit en soms kies je een activiteit juist voor heel veel groepen ik zeg activiteit want dat is uh, voor de voorkamer maar dat kan ook een product en een dienst en een systeem en um, ja ik vind het heel interessant omdat het is juist niet een conflict van een specifieke doelgroep of voor iedereen maar misschien juist een soort ruimte waar we altijd bij de verschillende state of mind kunnen zitten en vanuit dat bewustzijn uh, een beslissing maken. Ja. Zijn er nog andere designprincipes die jullie gebruiken voor de embassy? Ja. Um, nou, in de afgelopen weken. Um, denken we aan uh, dat idee van Design from the Margin. Uh, dat is uh, hier bij Paco's de Zwijger heel mooi een uh, aantal keer um, in kaart gebracht, ook bij de publicatie. Um, de naam van de activist ben ik nu kwijt dat zit in, in mijn notities natuurlijk uh, en, en zij praat heel mooi over dat we in onze society wij ontwerpen eigenlijk voor de gemiddelde man en dan gaan we verschillende producten, ruimtes, diensten aanpassen voor de andere doelgroep. Wat zou gebeuren als we dat gaan omkeren en dan gaan we ontwerpen van buiten naar binnen. Dan ontwerpen we van oud een specifieke doelgroep. Mm -hmm. Maar de output is zo spannend, mooi, inspirerend en leuk. Dat iedereen kan dat gebruiken. Dus niet standaard de persoon die altijd de persoon is voor wie iets ontworpen wordt, maar juist vanuit de flanken, vanuit de minderheden, ja. geredeneerd. Ja, en dan zou het wel eens voor iedereen kunnen werken. Ja, tuurlijk. En, en dat is een heel interessant, omgekeerde ontwerpproces. Die uh, vanuit hoe wij tot nu leren hoe je ontwerp uh, denkt en doet, uh, ja, dat soort manier van denken is nog niet helemaal geïntegreerd. Uh, en dat vind ik heel interessant om met verschillende mensen verder te verkennen. Wat betekent dat voor de ontwerpwereld? Ja. Ik ga heel veel vragen aan de redactie, of die kan opzoeken wie dit bedacht heeft. Want er is iemand die die term. Ja, heel stom van, van mij. Ik heb het natuurlijk Maakt altijd mooi mooie notities zo op gemaakt. Via mijn iPad binnen. Ja, denk en ik. het werd hier heel vaak, uh, en ook in de publicatie van Packhouse... En uh, ja, dat, dat um, term van design van de margins, of design van buiten naar binnen, mm -hmm. from outside inside slaat um, sluit heel goed aan aan uh, dat verhaal die ik net noemde van de voorkamer. Um, dat navigatie tussen voor een groep, maar voor iedereen. Um, en het geldt ook voor producten, hè? geloof ik. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, we hebben een mooi voorbeeld die was te zien bij de embassy vorig jaar uh, van uh, uh, Boye. Hij maakt uh, kokenproducten voor mensen met... Um, uh, Visuele beperking. Dankjewel. En... Mm -hmm. uh, Alleen die producten, die zijn prachtig en die leren ons allemaal hoe wij met niet alleen onze uh, ogen, maar ook met onze uh, touch en smel uh, de koken ingaan. Dus iedereen kan niet alleen kan, maar iedereen zou willen zo'n product gebruiken, omdat je dan heel anders uh, in de koken gaat staan en uh, het is meer waarde voor ons allemaal. Alleen we zien het ze hier banaad... op, op de afbeeldingen. Misschien kunnen we even door de afbeeldingen heen, dan wordt het misschien iets duidelijker nog. Kijk, hier wordt iets gemaakt. Wij zien wel een cer 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 ceramic proces. Dat is nog steeds uh, van al te Ja. ja. Dan moeten we moeten even door in de beelden. Oké, okay, ik krijg ondertussen een naam binnen. Oletimin Kokui. Ja, dankjewel. Dat is degene die Design from the Margins bedacht heeft. Ja, precies. Oké, okay, we gaan even door. Welke beelden zien we van de Haptics of Cooking? Ja, van Mm-hm. Ja, kijk, hier is een snijplank. Denk ik hè? Ja, precies. En met een soort. Met een soort uh, ja, door de relief allemaal. en de vorm van de, van de, van de houten borden en de plek voor de nijf kan je natuurlijk, zonder dat je moet kijken, uh, zien waar je uh, snijdt en dan waar je de uh, groenten en uh, de ah. buitenkant en hoe je de uh, mes dan terug moet uh, neerzetten op een veilige manier. Ja. Yeah. Um, maar dat zet je door het koken, niet alleen met je ogen, maar met andere uh, sensoren. En het is ook een pleit om niet. Ja, wij, wij zitten natuurlijk in een zeer visueel maatschappij. Mm -hmm. uh, kijken naar hoe ik nu praat, wat was er te zien bij de embassy. Yeah. Met dit soort projecten hebben we het over het voelen, het luisteren, het rauken. En uh, dat is natuurlijk voor ons allemaal een skill die we moeten unlearnen en opnieuw uh, leren. Ja, yeah. die, die maatbeggetjes vind ik ook heel mooi. Die, daar zit een gaatje in bij de verschillende uh, hoeveelheden die je erin kunt doen. Dus daar zet je je vinger op en je voelt dan... Hoe ver je vinger, oh, als die nat is, hoe ver hoeveel water erin zit. Ja, Dat en het als je vast. niet goed voelt, dan gaat de water gewoon uh, van de, ja. naar de tafel. Ja, <laughs> ja, precies. Dankjewel. Ja, bedankt. Gaan naar Marcin, rechts van mij, adviseur inclusie en diversiteit, bij bijvoorbeeld de politie, ook bij deze embassy. Uh, je bent ervaringsdeskundige. Denk en adviseer je ook in de stijl van Design from the Margins. Kijk jij ook op die manier naar eerste minderheid, wat werkt daarvoor goed? En wat. Kan vervolgens voor de meerderheid goed werken. Uh, eerst wil ik aangeven, ik moet een klein beetje wachten voor de ondertiteling, want uh, misschien niet voor iedereen is bekend dat ik uh, ernstig slechthorend ben of bijna doof. Mm -hmm. uh, dus ik gebruik de ondersteuning van schrijftolken. Um, mijn, mijn insteek is een klein beetje anders. Uh, ik was heel, heel jarenlang aan het zoeken hoe kan ik een product ontwikkelen ...die mijn verhaal zou vertellen uh, via kunst. Uh, en in die zintuigelijke waarnemingsstoornis die ik ervaar. Uh, na jaren zoeken heb ik uh, een idee bedacht. Dat ga ik zorgen dat iedere kunstobject waarneembaar is door aanraken. Want normaal kom je bij galerie, bij museum, je mag niks aanraken. Mm. En ik heb dit omgedraaid. En als je mijn objecten niet aanraakt, mis je heel veel. En uh, recent heb ik een expositie voorbereid die heet vierdriet, mm -hmm. Want ik wil heel graag mijn vier, verdriet vieren. In plaats van verdrietig zijn. Mm -hmm. Maar ook, dat is mijn reactie op coronatijd, hoe we uh, ook uh, heel moeilijk communiceren met elkaar. En vooral mensen met zintuigen handicaps. We hebben best moeilijke uh, ja, perioden ervaren. Bijvoorbeeld in mijn verhaal: iedereen draagt een mondkapje. Ja, dat dus natuurlijk. Geen lip ja. Wat heel lastig is. En al die frustraties en verdriet die ik binnen heb, heb ik uh, gebruikt om werken te maken van uh, glazen kralen. Mm -hmm. Ik gebruik glazen kralen die afgekeurd zijn. Die zijn door producent afgekeurd, want die zijn niet gelijk geslepen. Die hebben verkeerde kleur, verkeerde mat. Ze zijn niet ideaal. Ze zijn niet blink-blink. Mm -hmm. In deze zin. Maar juist daar zit iets heel moois. Want iedere kraal is gehandicapt. Ja. Aan al die verschillen heb ik iets zo unieks dat dit is niet te bestellen. Die krallen kan die niet meer bestellen. En dat is mijn verhaal aan inclusi over inclusiviteit over je handicap. Je handicap is je kracht. Je kwetsbaarheid, kwetsbaarheid is kracht. En um, die probeer ik nu vertalen naar uh, tussenhakjes gezonde maatschappij. Mm -hmm. Juist um, gezonde maatschappij uitdagen. Sorry, ik moet even slakken. Ja. Geen probleem. Kijk, hier zien we ze ondertussen. Ja, ga, vertel door. Mm, dat de maatschappij um, niet stil bij staat, dat die niet kan voelen, dat die niet kan uh, anders waarnemen dan zien en oordelen wat die zien. Bij mij kom je alles voelen en raken en een heleboel bezoekers zijn geïrriteerd Echt waar? doordat Ik zeg, nou voel dit. vertel me wat je voelt. Maar normaal wil je alles aanraken. Dat mag niet. Bij mij moet je dit doen, maar je kent dit niet. Mm. Je moet mening geven over dit wat je voelt. Je voelt dit in met wat je ziet. Maar met voelen is moeilijk. Dan zeg ik heel vaak, doe mijn ogen dicht. En dan is het van... Oh. Dan raak je helemaal in een ander gebied. Ga je anders waarnemen. Dus wat ik probeer te doen in de maatschappij... de aangepaste waarneming implementeren... door beseffen en bewust te maken... Van je hebt dit, maar je gebruikt dit niet, want dat hoeft niet. Mm. Maar in die zin ben jij heel erg gehandicapt. Dus je hebt een blinde persoon nodig. Of als ik muziek maak die alleen trilling is, dus geen geluid, die blijft alleen trillen, want ik wil iets vertalen voor iemand die blind is en kan dat niet voelen, maar door muziek kan dit ervaren. Juist, horende persoon die voel, voelt die trilling niet. Je yeah. moet ook weer ogen dicht even zo van: oh ja, daar is het. Maar iedere dove persoon voelt dit bijna op afstand. En uh, dat is verhaal die ik doe na gezonde maatschappij tussen hakjes. Mm -hmm. Alle galerijen en musea zijn toegankelijk, Behalve kunst. En die hangt te hoog. <laughs> en dat soort absurde hebben we in de maatschappij. En Alles bordjes toegankelijk? De, de naambordjes die erbij hangen? Nee, de kunst. Yeah. Ja. in roosterdoel en kunst hangt net zoals die schermen hier. Ja. Yeah. Mijn kunstwerk is super lach. Yeah. Ja. Waardoor iedereen die kan lopen, moet even zo doen. Ja. Yeah. En daar maak ik het een beetje lastig. Dus ik draai het een klein beetje om. Draai het om ja. Ik compenseer niet voor de doelgroep, tussen hakjes. Mm -hmm. Maar ik daag de gezonde maatschappij uit. Kom maar even, vertel mij, hoe ervaar jij dat? Daar kan ik heel veel van leren. En volgende projecten ontwikkelen. En recent 19 maart om 1 uur bij Pulgri Studio in Den Haag. Ja. Is de opening van de expositie Vierdrit. Dus we gaan Vierdrit vieren. Mm -hmm. In die titels zit ook 4 en 3, want op 3 april word ik 34. Mm. 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 Dus met één letter toevoegen kan je heel mooi verhaal bouwen. Dat is ook mooi uh, leven vanuit handicap, als je die kans krijgt om gelijkwaardig te kunnen functioneren. Mm. Gelijkwaardig te kunnen worden behandeld. Dit is lang nog niet zo. Dat is heel veel nog dat daar compensatie komt. Dat uh, heel veel goede intenties zijn, mm. maar dat wordt voor mij iets. Bedacht en daar word ik pas gevraagd hoe vind ik dat? Meestal zeg ik nee, dat is onzin. Vraag mij vooraf. Juist. Dus wat ik doe met mijn werken, ik test het bij de doelgroepen. Wat vind je daarvan? Mm -hmm. Maar ik pas ook niet alles aan, ik hou een verrassingselement. Zodat de bezoekers, mijn kennissen en vrienden die blind zijn of dood zijn, als ze komen dit bekijken, ze zijn ook verrast. Heb je daar dus, een voorbeeld van? Uh, ik heb een doek gemaakt van 40.000 kralen, yeah. waar de uh, tekst is verborgen in een breien. Mm. Maar die kralen bewegen. Dus als je breienwaardig bent, mm. je weet wat, naar waar je moet zoeken. Want die beweegt. <laughs> <En> dan staat <laughs> mijn vriendin uren gewoon met loo zoeken op die doek. Maar wat is daar gewoon? Juist. Mm. En dat is mooi. Want dan mag je bij drie tot zeven seconden kunst bewonderen en dan ga je weg. Bij mij gaat dit niet. Ja. Het is gewoon uren kan je door en door en doorgaan met zichzelf ontdekken. En daar compenseer ik niet voor de doelgroep, maar ik daag ze ook uit met die bewuste keuzes maken van hoe kan ik het niet compenserend maken, maar uitdagend nog houden. Maar gezien um, de publiek komt dit te kijken, ik geef ook brei alfabet, ja. en ze kunnen niks aan. Dan zeg ik ja, wie is gehandicapt? Ja, precies. En dat is heel onaangename stilte met niemand. We zijn gewoon anders, maar we zijn ook precies dezelfde. En we hebben elkaar nodig. Want om die doek te lezen, heb je iemand nodig die blind is. Ja. En zo vergroot ik de maatschappelijke binding. Dat is voor mij de hoofddoel die ik wil daar bereiken. En mijn expositie staat ook onder andere naam. Ik heb andere naam gekozen. Ik ben Jan Anoniem. Jan Anoniem. En dat gaat niet om mij. Het is Jan Anoniem die exposeert. Hmm. En mij kunnen jullie ook vinden op piananonymexposeert.nl. Dat is Sociaal Duurzame Samenleving. Andere Expositie Imperfect. Daar staat een heleboel uitgelegd. Hoe zie ik dat? Hoe ervaar ik dat? Um, en daar kunnen jullie gewoon nog meer informatie over vinden. En deze kralen die liggen allemaal op de grond soms ook, hè? Het zijn hele grote werken? Met alle mogelijke combinaties eh. zijn ze te uh, uh, ja, voelen en ervaren. Ja. Uh, foto's die ik deel, zijn heel bewust alleen stukjes van. Zodat je geen vooroordelen heeft op beeld. Net als je op reis gaat naar buitenland. Mm. Je bekijk meestal foto's aan, oh, mooie stad, mooie stad kom je in de stad. Ja, is niet meer mooi. Je kent het al. Ja, precies, die ken je al. Dus dat uh, kies ik echt bewust. Niet alles uitleggen, niet alles laten zien. Zodat je moet komen, je moet het ervaren, anders kom je gewoon niet. Ja. We gaan uh, naar Den Haag, naar uh, de, de voor galerie, Boegie Studio inderdaad ja. om uh, van 19 maart tot en met 12 april de tentoonstelling te zien. Klopt. Nu nog even over je advieswerk voor de politie, bijvoorbeeld. Ja. voor de embassy. Denk jij dan wel vanuit wat we net bespraken, dus design from the margins, uh, alle insteekhoeken zijn nodig. Net als zij zei, dat is. Iedereen betekent ook iemand die niet mee eens is met idee, Die hoort erbij. We kunnen niemand aansluiten. Dat is wel een uitdaging. Hoe doen we dat? Dat alle ideeën, alle stemmen samen en door elkaar kunnen, uh, kunnen wij weven. Om daar uit te putten wat erin zit. Want iedere cultuurverschil, iedere meningverschil is nodig om die te kennen. Maar met volle respect en gelijkwaardigheid verkennen. Dus vrij zijn van... Uh, de orde of invoeling. Hmm. Net als bij mijn werken moet je waarnemen... ...en vrij zijn van invoelen. En dat probeer ik ook bij politiewerk doen... Uh, ...in mijn dagelijkse leven... ...in alle gesprekken werk ik doe... ...ook bij embassie, ambassie. wil ik juist die insteek laten zien... ...dat kan, daar is geen een en vaste oplossing voor. Maar we kunnen met bepaalde manieren doorgaan... ...door elkaar te verkennen... ...nieuwsgierig naar elkaar zijn... Hmm. ...en vrij zoveel mogelijk... Vrij van uh, oordeel of invoeling zijn. Heb je daar een voorbeeld van? Van bijvoorbeeld de politie. Hoe, hoe heb je die geadviseerd in een concrete tip? Nou, ik mag niet heel veel dingen vertellen. Oh, maar okay. uh, een voorbeeld, ja. Um, een agent zegt: Ik ben gewend dat uh, mensen agressief reageren. Mm. En ineens heb ik iemand die stilvalt. Wat moet ik daarmee? Ja. Ik ben zelf boos. <laughs> <Okay>. <laughs> dat is een van de voorbeelden: waarneming, invoeling en hoe. Gaat het samen? Wat doet dit met jou? Ja. Ja. Mag ik uh, invullen? Ja, tuurlijk. Want we hadden een uh, training met uh, Maartje uh, een week geleden over non-verbale communicatie. En um, wat ik zo mooi aan die trainingmoment vond, is dat het ging niet zozeer aan het idee dat uh, kom voor één dag en probeer te ervaren hoe het is om uh, niet te kunnen zien of niet te kunnen horen. Nee, maar kijk welke tools en welke skills uh, heb je nodig om op een andere manier met andere mensen te gaan communiceren. En dan zie je ook uh, hoeveel dingen wij denken dat we weten uh, en die we moeten unlearnen. <laughs> en hoeveel nieuwe skills en tools en methodologie uh, zijn er, uh, maar wij komen helemaal niet in aanraking mee. Um, en dat. We, dat het was zo mooi aan de training dat ik heb het heel slecht heb gedaan. <laughs> ik wat, was de... wat moet je afleren? Doe eens een voorbeeld. Ik moet afleren om niet altijd in te vullen. Dus ik kom uh, mijn ruimte in, ik zie mensen, beelden, dingen en dan ga ik het meteen interpreteren. Ga ik meteen betekenis geven vanuit mijn eigen achtergrond, bagage, cultureel uh, verhaal enzovoort. Um, in de training met Martin, wij moesten geen invulling geven en eerst uh, beschrijven letterlijk wat we zien, wat gebeurt. Zo moeilijk. Ik ben echt een invuller. Ja. Uh, maar misschien... iedereen, toch? Maar iedereen, Klopt. Even... Ja. En uh, ik denk dat als we allemaal eerst gaan kijken, wat zie ik hier, voordat we dat gaan invullen met alle onze uh, achtergronden, want dat zit in ons, dat mm -hmm. kunnen we niet ontkennen, maar we kunnen wel leren, of aanleren, unlearnen, om op een andere manier in aanraking te komen met mensen, plekken, diensten, enzovoort. En dat soort uh, training, dat soort momenten, kunnen ons uh, best wel nieuwe tools leren. En uh, ik wil heel graag, of ik vind het heel interessant om die tools en die unlearning proces naar de embassy te brengen. Dankjewel. Dank Shai, dank Marcin. Ook, dankjewel. We gaan even kijken naar een video over een van de projecten die straks hier aan tafel wordt besproken en die het onbeperkt meedoen. Even boodschappen doen of gezellig fun shoppen, ook dat kan straks na corona weer, maar niet voor iedereen. Want voor mensen met een beperking is winkelen vaak heel ingewikkeld. Kan dat niet anders? We vroegen het aan Nederlandse ontwerpers. En twee studio's mogen nu hun idee verder uitwerken. Studio Inc. en Studio Corvers. Ik ben heel benieuwd. Drempeloos bestaat uit een reeks praktische methodes en hulpmiddelen waarmee winkeliers zelf kunnen ervaren hoe het is om te winkelen met een beperking. Dus de bewustwording van deze obstakels is de eerste stap naar een sociale en fysieke verandering van de winkelomgeving. Op deze manier draagt Drempeloos bij aan een positieve winkelervaring voor iedereen. Vanuit de sociale psychologie weten we één ding heel erg zeker. Bekend maakt bemind. Daarom brengen we met mensenkenners ervaringsdeskundigen samen met winkelmedewerkers. Ze krijgen opdrachten die ze uitvoeren in de winkel en delen die vervolgens op het de platform. Denk bijvoorbeeld aan geblinddoekt te sokken vinden of een praatje maken in gebarentaal. Dat programma doen ze acht weken lang. Volgens wordt worden ze gekwalificeerd door ervaringsdeskundigen. Daarna zijn ze herkenbaar in de winkel. En op die manier heeft iedereen in de toekomst een veilig en gemakkelijk aanspreekpunt in de winkel. Yes, en inmiddels zijn hier aangeschoven gesprekspartners en partners van de embassy. Charlotte Vroomans, uh, Sadiqa Aijou, hier rechts van mij, en daar aan de staarttafel. Je doet toch mee met het gesprek om, oh, maar je staat op, een, op afstand. Het moet nog eventjes: Frank Noorbruis. Charlotte, ik begin bij jou. Jij bent uh, adjunct directeur van ACTIS, de branchevereniging waar zo'n 400 instellingen voor ouderenzorg en chronische ziekenzorg bij aangesloten zijn. Je zou kunnen zeggen. Misschien pas je wel beter bij Embassy of Health. Hoe kan het dat je hier zit? Van harte welkom, maar waarom hier? Nou, dankjewel. Ja, Embassy of Health, dat heeft toch een iets andere uh, inslag dan waar uh, wij eigenlijk voor staan als uh, samenleving. Uh, wij vertegenwoordigen inderdaad 400 uh, uh, zorgorganisaties. die eigenlijk bijna aan 2 miljoen kwetsbare mensen, kwetsbare ouderen en chronistieke zorg verlenen. En dan kun je denken aan verpleeghuiszorg en uh, zorg thuis. Hè. Veel cliënten uh, krijgen ook zorg thuis. En wat wij zien is dat er eigenlijk op het gebied van arbeidsmarkt ontwikkelingen zijn, waardoor we eigenlijk steeds minder zorgprofessionals hebben die zorg kunnen verlenen. En we zien ook dat er gewoon een enorme vergrijzing op komst is. Dat is gewoon een demografisch feit en daar hebben we mee te maken. Dus wij zijn eigenlijk van mening dat we die zorg echt op een hele andere manier moeten gaan organiseren naar de toekomst toe. En dat betekent eigenlijk dat die oudere zorg veel meer in het hart van de samenleving zou moeten komen. En niet zozeer moet worden ingegeven vanuit het concept zorg. En dat is ook de reden waarom we hebben nagedacht... van ja, wat nou als die vergrijzing komt... en wat betekent dat nou ook voor de samenleving? En wat doet dat dan ook voor generaties... en ook wederkerigheid en zingeving in je, op je oude dag... maar ook voor jongere generaties... die er dadelijk misschien wel voor gesteld worden... dat ze ook hun steentje moeten bijdragen... in het uh, 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 sociaal samenleven... Uh, uh, in, in de maatschappij uh, waar we naartoe uh, ontwikkelen. Mm. Dus dat is eigenlijk de reden geweest dat we hebben gezegd... van ja, we zouden heel erg oudere zorg vanuit het principe... Zorg kunnen gaan bekijken. Maar het gaat eigenlijk veel meer over inclusiviteit en hoe we als samenleving straks met onze ouderen omgaan. En welke rol spelen ontwerpers daarin? Nou ja, we hebben wel gemeend van als het fundamenteel anders moet, dan moeten we ook eens gewoon op een andere manier gaan kijken naar hoe wij zorg in Nederland organiseren. En, uh, dus we zijn eigenlijk op een, op een soort van verkenning gegaan en uh, aan de hand van een eerste design traject zijn we aan de slag gegaan met denkkamers. Denkkamers waarin we eigenlijk met ja, allerlei leeftijden, ouderen, uh, uh, gezonde mensen, uh, mensen die uh, een ziekte hadden, maar ook bedrijfsleven, uh, uh, scholieren, noem maar op. In gesprek zijn gegaan over van ja, als dit de realiteit gaat worden. Wat betekent dat dan? En wat zijn misschien knoppen waaraan we kunnen draaien? En zo zijn we eigenlijk steeds dichter tegen die designwereld aangekropen, ook omdat we gewoon nieuwe perspectieven nodig hebben. En hoe is een resultaat uit zo'n denkkamer? Wat is dan anders dan de traditionele zorg? Oh, kijk bijvoorbeeld naar technologie. Dat, dat zou een hele mooie uh, bijdrage kunnen leveren in het arbeidsmarktprobleem, uh, zoals wij dat dan noemen. Maar de manier waarop wij over technologie spreken in, in, in mijn sector, gaat heel, is heel erg ingegeven uit zorg, zorgtechnologie. Dus als je iets niet meer kan. Mm -hmm. Maar wat als je dat nou veel meer bekijkt vanuit een consumentenperspectief. Hè? Dus, dus, dus ik organiseer mijn leven in mijn huis en technologie kan me daarbij ondersteunen. Dan heb je het eigenlijk over laagdrempelige menselijke technologie, die ik gewoon bij een uh, uh, online zelf kan aanschaffen of kan kopen. Nou, als je met die bril bijvoorbeeld kijkt naar zo'n technologische ontwikkeling, uh, dan is dat echt wel compleet anders dan dat we denken vanuit zorgtechnologie. En de, de, de grote bedrijven die daarmee bezig zijn. Dus dat is eigenlijk best wel een concreet voorbeeld. Mooi. Heb je ook nog eentje in de richting van hoe je oudere mensen toch midden in de samenleving houdt? Hoe je die. Ja, in contact blijft laten staan met de rest van de maatschappij. zonder dat ze in torens van zorg worden weggestopt. Ja, ja dat is ook iets wat, wat helemaal niemand wil, natuurlijk. Um, nou ja, wat je ook wel ziet. is dat er wederkerigheid tussen, tussen generaties steeds belangrijker gaat worden. Uh, maar dat het ook niet zo is dat als je gepensioneerd bent of een klein beetje zorg nodig hebt, dat jouw uh, zingeving of jouw bijdrage aan de maatschappij daarmee stopt. Hmm. Maar eigenlijk zijn we daar nog helemaal niet zo actief mee bezig. Dat zit gewoon een beetje ingesleten in onze samenleving. Dus he, we praten met elkaar wel over, uh, goh, uh, er is een, uh, een, een kindje op komst, hoe ga je dat organiseren met kinderopvang en, en een slaapkamer en noem maar op. Dus bij schoolkeuzes is ook zo'n heel belangrijk moment hè, dat je in een gezin bespreekt hoe je dat allemaal doet. En eigenlijk naar het ouder worden toe, eigenlijk na de st studiekeuze is er heel lang niet meer zo'n gesprek. En pas als er zorg nodig is, dan gaan we met elkaar praten over van, nou ja, hoe gaan we dat organiseren uh, als gezin of met de buren of met naasten. Uh, maar dan is het vaak eigenlijk al uh, te laat. Want heb je dan al wel ge uh, geïnvesteerd in een, in een netwerk om je heen, uh, waar je misschien heel makkelijk een oplossing kan vinden voor je probleem. En uh, nou ja, dat is ook wel echt een, een, een voorbeeld van uh, wat wil je laten worden als je oud bent, zeggen we dan ook wel eens. Mm -hmm. uh, uh, daar wordt heel weinig over nagedacht. Maar dat is wel echt realiteit. Als we straks zeggen die oudere zorg moeten we echt met elkaar gaan doen. Dat zit echt in het hart van de samenleving. En dat zou en, dus uh, eerder kunnen, in een eerder stadium. Met ja. behulp van ontwerpers, met social designers die kunnen bedenken hoe krijg je ja. dat voor elkaar, zodat ja. het niet een harde breuk wordt. Oder oh, is een medische oorzaak. Dus, ja, het, het is, het is dus ook echt wel een andere. Uh, ja, je hebt echt wel een game changer nodig. Hè? Een andere mindset, ook maatschappelijk. Ze dus hm. moeten echt werken met elkaar aan dat bewustzijn. En, um, en juist de designwereld helpt ons uh, met het uh, 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 ook het denken naar handelingsperspectieven. Van ja, hoe zou ontwerp kunnen bijdragen in die samenleving die op ons afkomt? En, en wat kunnen we daar nu al in doen? Ja. ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat ontwerpers ja, niet het hele systeem op zo'n manier kunnen inrichten dat ineens alle problemen als bij toverslag zijn opgelost. Ja. Uh, hoeveel verwacht je van een ontwerper? Um, nou. Ja, kijk, het is voor ons uh, ook een weg die we willen bewandelen. Omdat we erin geloven dat we gewoon heel veel verschillende dingen moeten doen. Hè. We moeten ook gewoon goede zorg kunnen blijven leveren. We moeten zorgen dat we ook innoveren, technologie toelaten naar nou, alles wat daarvoor nodig is. Dat we zu zuinig zijn op onze mensen, dat, dat die goed hun werk kunnen doen. Maar uh, we zien ook als we echt wel een fundamentele verandering willen, dat we ook gewoon uh, uh, met andere industrieën uh, moeten gaan. Praten, moeten gaan verkennen. Het is eigenlijk een soort ontdekkingsreis. En die creatieve industrie en ook en, en, en de designwereld is, is uh, iets wat kan bijdragen in, in toch wel een van de grootste maatschappelijke vraagstukken waar wij voor staan uh, als samenleving. Ja, dus dat wordt nog het... niet altijd zo uh, ervaren. Dus zoals dat is een, inderdaad een game changer, een soort van breekijzer, misschien soms wel. Ja, ja. mooi. En het helpt ons ook, hè, we, we vertegenwoordigen dan al die zorgorganisaties, om ook daar dat denken een beetje aan te zetten. Dat we niet altijd direct in zorg moeten denken en in zorgoplossingen. Maar misschien zit de oplossing soms ook wel in een hele andere manier van uh, contact hebben of samenwerken. Of, uh, hmm. ja. ja, mooi. Ik zie al veel parallellen met, met mijn volgende spreker hier rechtsnaast. Sadika Shui, directeur Stichting Schuldenlab, NL en Society Impact. Maar een hele eigenlijk, waslijst nog in het leven daarvoor. Jurist, voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling was je. Talloze besturen, commissies, adviezenwerk, Rode Kruis, Nieuwd, cultuur, educatie, vereniging van gemeenten. Op alle fronten zou je kunnen zeggen, voorvechten van inclusie. Klopt dat? Is dat de rode draad die je zelf ook zou aanbrengen? Dat, dat is. Komt in al die aspecten is dat teruggekomen en het zal natuurlijk niet anders worden. Ja. Uh, dus dat is. Uh... Dat ik zo zeg, ik breng een brede ervaring mee over of het nou over de zorg gaat of over, uh, over belastemantelzorgers of, of noem het maar op. Ja, dat thema speelt natuurlijk gewoon echt altijd overal. Ja, en het gaat dan om systeemverandering eigenlijk, ja. hè, wat we net ook al hoorden. Ja, die gamechanger spreekt mij erg aan. Ja. ja, veel van je werk op dit moment draait om het schuldenzorg vrijmaken van kwetsbare mensen. Ja. Met welke blik op inclusie en vanuit welk perspectief proberen jullie die schuldhulpverlening weer op gang te brengen? Nou, kijk, ik bedoel, het mag duidelijk zijn dat het natuurlijk een enorm probleem is. En gelukkig is het afgelopen jaren, is zeg het maar, thema van hè, de schuldenproblematiek goed op de agenda gekomen. Ja, ik bedoel, dus daar... nog heel veel probleem schetsen voor, voor iedereen? Nou, op dit moment zijn er bijvoorbeeld, om maar een paar cijfers te noemen, 1,4 miljoen huishoudens die risico lopen op problematische schulden. We hebben 300.000 werkende armen in Nederland. Dat zijn gewoon mensen die gewoon soms twee banen hebben in een huishouden en nog niet kunnen rondkomen. Uh, 30% uh, op, uh, op een mbo, hè? Uh, studenten op een mbo uh, die we hard nodig hebben voor het vakmanschap... en noem het maar op, die hebben, die hebben schulden. Nou, en zo, hè? dus dat is echt een majeur uh, probleem. Mm -hmm. hè? Uh, ik denk naast inderdaad de vergrijzing, de schuldenproblematiek, uh, klimaat... nou, dan heb je wel een paar van de grote uh, uitdagingen van de toekomst te pakken. Kijk, en het vervelende daarvan, van, van die schulden, is eigenlijk dat we natuurlijk decennia lang... Uh, ja, toch een beetje Calvinistisch land. Hè? Ik bedoel, je hebt het zelf gedaan: op de blaren zitten, hè? Mm -hmm. uh, schuld en boete, noem het maar op. En langzamerhand zijn we er eigenlijk achter gekomen dat het niet alleen een enorme industrie is, maar dat het eigenlijk ook ontzettend duur is voor de samenleving dat mensen arm zijn of te weinig inkomen hebben. Hè? Dus er is gewoon ook een maatschappelijke business case te maken: dat op het moment dat mensen uh, in de schulden zitten, dat dat allerlei natuurlijk voor die gezinnen zelf, hè, voor de mensen, maar ook voor de samenleving, <coughs> heel veel maatschappelijke kosten meebrengt. Nou, en wat wij proberen te doen, is niet te zeggen dat Nederland schuldenvrij moet worden, want dat kan niet, een hypotheek kan een hele goede lening zijn, hè, mm -hmm. en een studie, uh, studielening ook, maar dat we mensen willen verlossen van de stress, van het niet kunnen betalen van een rekening, of hè, van het hebben van betalingsachterstanden, dus vandaar schuldenzorgvrij. En wat wij eigenlijk doen, en dat is misschien tamelijk nou, het ligt voor de hand, maar voor velen innovatief: is dat we niet eigen projecten doen. Maar wij cureren, om even in de, hè, in, in, wij cureren eigenlijk de beste projecten die er zijn, die impact maken op het leven van mensen, ook nog eens een keer kostenbesparend zijn, waarvan eigenlijk iedereen zegt: waarom doen we dit nu pas? Yeah. Nou, daar zoeken wij de pareltjes van en we proberen partijen te verleiden. Om ze gewoon over te nemen. Dus eigenlijk over een culturele barrière heen te komen. van dat invent het syndroom Ja, bij mij is het altijd anders. Mijn probleem is dat anders. Nou, ik zeg altijd: als iemand in Groningen. gewoon in de shit zit, dan lijkt het best wel op de situatie van iemand in een in de shit zit. Mm. En, en dan moet je maar even uitleggen. wat dan zo groot het verschil is. dat jij het weer helemaal anders moet doen. En. Um, nou, dat, dat proberen we dus te doen. En dat gaat op zich redelijk aardig. Maar we hebben natuurlijk nog ontzettend uh, lange weg te gaan. Welke rol voor ontwerpers zit daarin? Nou ja, dat moet blijken, hè? want uh, dat, dat, dat kun je van tevoren niet, uh, niet zeggen. Uh, kijk, er zijn uh, ook in al die andere thema's die ik heb meegemaakt, en of het nou ging over sociale samenhang of, of polarisatie, of noem het maar op, zijn natuurlijk allemaal thema's waar ontwerpers, uh, social designers, allemaal een rol hebben. Mm -hmm. um, ik ben zelf nog wel van het actiegerichte. omdat ik denk van ja, makelen, schakelen, verbinden, inspireren, weer een dag. Ja, het is altijd leuk, zo'n design sprint of een hackathon. Of... Ja. Ik heb nog nooit iemand gesproken en die zei dat het was klote. Ja. Ja, weet je wel, het is altijd top en de evaluaties zijn ook goed. Hè? Maar het resultaat gaat het jou om? Nou ja, dus ik ben wel voor het actiegericht ontwerpen, dat handelingsperspectief hè? Uh, van, van, van Charlotte. Maar ook echt uh, de mensen waar je het voor doet, zeg maar, die moeten dan niet alleen in de input, hè, dus ik snap heel goed, ontwerpers hebben het vaak over van, vanuit de ervaringsdeskundigheid, hè, vanuit de betrokkenheid uh, van, van mensen ontwerpen, maar ik zeg het ook ja, dat moet ook blijken uit de output. Hè. dus diezelfde mensen moeten dan zeggen van ja, mijn leven verbetert erdoor, of mm. ik kan, ik heb een beter perspectief, of noem het maar op. Nou, en dat vind ik wel een hele spannende, omdat ik te veel ontwerp uh, trajecten heb gezien, wat inderdaad aan de voorkant buitengewoon uh, innovatief en inspirerend. En ga, waarom doen we dit niet? En dan blijft het toch op de la liggen. En een paar jaar later gaan we ongeveer weer hetzelfde doen, maar dan met een ander frame. En daar waak ik altijd wel voor. Dus we'll see, zeg ik dan altijd ja, maar. interessant. Ik dus zou wel iets heel concreets pakken, dat zou ik wel gaaf vinden. Hè? Dus, dus los van het uh, uh, wat de curator net ook vertelde van. Breed bekijken. Mm -hmm. He, dus die inclusie, ja, dat is natuurlijk een, een, een buitengewoon complex thema. Maar probeer eens ook gewoon een heel concreet uh, onderwerpen op te pakken. Of dat nou de vrouwenopvang is, of jongeren met schulden of mantelzorgwoningen, zodat hè, mensen in hun eigen omgeving ook voor de ouderen van dagen kunnen, zo, uh, kunnen zorgen. Pak dat nou op. En ga eens kijken of je daar inderdaad ook iets kunt maken wat we met z'n allen, publieke en private partijen. Ook kunnen opschalen om te zeggen, ja, dit is nou eigenlijk wel het model. Maar dan kappen we ook met het andere, maar dan gaan we dit ook met elkaar doen. Ja. Je hebt bijvoorbeeld uh, het project femk Ja. Is de afkorting Female, Female Capital? Capital. Ja. ja, moest een beetje hip, ja. Ja, Femka. mooi. Klinkt ja. goed. Ook een ja, soort vrouwennaam. Ja, dus ja zeker, dat is helemaal goed gekeurd. Zeker, zeker. Hoe zou het ontwerp in dit project kunnen werken? Ja, dat vind ik echt buitengewoon spannend. Kijk, het, het begint gewoon met de verwondering. Kijk, het is... Je kijkt naar de vrouwenopvang en dat doen we ongeveer al veertig jaar op dezelfde manier. Namelijk? Nou, uh, er zijn vrouwen die uh, van, van, van de een op de andere dag vanwege een onveilige situatie vertrekken. Mm -hmm. Die worden ergens opgevangen, daarom heet het ook een opvang. Vaak met kinderen. Nou, om te beginnen ziet dat er niet uit, dat wil je niet zijn. Dan denk je, ja god, wie heeft dit nou hier eigenlijk gebouwd en bedacht? Zijn er hier geen architecten geweest? Zijn er hier geen ontwerpers geweest? Hoe dan? Uh, maar ook het hele denken over... Um, zeg maar wat er dan gebeurt als je daar zit, hè? dat, dat is gewoon zo, stamt zo uit een industrieel tijdperk. Dat je echt denkt van ja, daar moeten nou. Dat is nou toch een klusje voor ontwerpers om te zeggen, dat gaan we anders doen. En onze droom, en dat is echt de stip op de horizon: onze droom is er zijn 12.000 vrouwen die nu op dit moment in de opvang zitten in Nederland. Er zijn overigens ook mannen opvangen. Dus, dus dat geldt ook zeker voor mannen opvangen. Onze droom is eigenlijk om te zeggen, nou kunnen we op korte termijn. Echt een aanpak ontwikkelen met allerlei partijen om het leven van vrouwen op korte termijn beter te maken en vooral ook van de kinderen. He. En kunnen we dan af van de vrouwenopvang en zorgen dat het bij wijze van spreken een campus wordt? Een, een, een iets waar je even tijdelijk bent en als springplank gebruikt om je talenten te maximaliseren om ergens naartoe te gaan? Kan het niet gewoon, waarom hebben we wel een Brainport en een Campus Eindhoven voor studenten en dat is allemaal innovatief en alles kan en je, hebt je kunt loungen, noem het maar op? Ja, waarom doen we dat eigenlijk nou niet in zo'n vrouwenopvang? Of waarom doen we dat nou eigenlijk niet in een verpleeghuis? Want daar wil je ook niet komen. Hè? Terwijl die dus, mensen het dus... misschien nog harder nodig hebben. Of de, 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 nou ja. de vooruitgang harder kunnen gebruiken. Nou ja, je, je, je wil natuurlijk... Uh, kijk, al die vrouwen en zeker ook die kinderen... Die, 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 die hebben natuurlijk ontzettend veel talenten. Ja, en nu is het gewoon even een, 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 een tijdelijke locatie waar je even zit... en je gaat ergens anders naartoe. Maar je komt er binnen met shit en je gaat er ook weer uit met shit. Mm. Nou, dat kan niet de bedoeling zijn... Als je oprecht meent dat je gewoon het perspectief van mensen wil verbeteren. Nou, en wij zijn dat project uh, recentelijk, hoor, dat is een recentelijk project. We gaan nu een pilot doen met uh, drie opvanglocaties, veertig vrouwen. Dus we zeggen veertig vrouwen veertig keer een doorbraak, raken. Veertig keer een game changer, zeg maar in jouw woorden. En als dat werkt, ja, dan willen we alle partijen verleiden om te zeggen. zullen we dit dan nou eens een keer voor 12.000 vrouwen doen? Ja. En uiteindelijk is de droom dat vrouwenopvang over vijf, zes jaar op zijn minst anders heet. en wellicht helemaal niet bestaat. Je, hebt, je kijkt kritisch naar designers, laat ik het zo zeggen. Vind ik goed. Constructief kritisch. Constructief kritisch, Zeker. precies. Als partner, heb wat, als partner hè? Ja, heb je nog ja. wat concrete tips om echt dat systeem te kunnen veranderen? Want je hebt ervaring op, op systeemniveau, systeemdenken. Wat ja. ja. moeten ontwerpers eventjes nog beter in hun oren knopen? Nou, dat het is wat... Uh, dat wordt natuurlijk... En dat is echt wel een gedeeld probleem. Er wordt natuurlijk veel gezegd van... Ja, we spreken elkaars taal niet. Hè? Of, en, maar dat geldt natuurlijk ook... Het is niet zo makkelijk. Een gemeente. Ik bedoel, we, hebben, we hebben heel erg de neiging zeg maar, om heel erg te zeggen. van nou, de overheid doet dat niet. of de gemeente doet dat niet. of de bank doet dat niet of dat niet. Maar dat vergt voor ons ook een zekere empathie. en inlevingsvermogen. in alle dilemma's en moeilijkheden. die die andere organisatie of die gemeente heeft. Het is voor die kant ook niet heel erg makkelijk. En mijn tip zal erg zijn. Wat, wat ik vaak zie. is dat architecten. dus bijvoorbeeld kijk even naar het dak. en thuislozenopvang, noem het erop. architecten, ontwerpers aan de voorkant soms net iets te stellige opvattingen hebben over waarom de ander niet beweegt. Hmm. En, en, en volgens mij zou je daarin opener kunnen zijn, nieuwsgieriger, om echt even meer te investeren in daadwerkelijk de taal van die andere partij te leren begrijpen, omdat ik denk dat je ze dan makkelijker meekrijgt op het moment dat je iets moet doen. Juist. Heer, want anders neemt natuurlijk de wethouder of de minister neemt natuurlijk een rapport in ontvangst, dan heb je een mooie foto. En dan zegt uh, meestal zo'n bestuurder van we doen het al. Of het past niet in beleid en we gaan het niet doen. Dat zijn er ongeveer de twee antwoorden die je dan altijd krijgt. Ja. Daar ja. moet je tussenin leveren. Dus het gaat toch weer om verbinding en luisteren naar elkaar eigenlijk. Ja, ja zeker. Maar ook, ook uh, dat actiegerichte. Kijk, je moet toch successen laten zien. Kijk, op hm. het moment dat je successen laat zien, dan, dan worden mensen ook echt geïnspireerd en dan vinden ze het ook mooi. Waarom? Omdat ze natuurlijk onderdeel willen zijn van succes. Ja. Hè, dus ik, mijn, mijn advies zou dan ook zijn: probeer zo snel mogelijk in het proces. Ook een klein succesje te laten zien. Mooi bruikbare, bruikbare tips. Dankjewel. Hoop het. We gaan nog even naar de staattafel. Frank Norbruis, beleidsmedewerker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Medeverantwoordelijk voor het programma Onbeperkt meedoen. We zagen net het filmpje al. Welkom ook. Zeker. Dit begon als een zogenaamd What-If Lab. Hè? Vanuit de vraag: wat als retailers, winkel uh, uh, eigenaren eigenlijk denken en handelen vanuit een inclusieve mindset. Hoe heb jij voor dat project gewerkt met ontwerpers? Nou, dat was een hele bijzondere samenwerking en uh, om nog even terug te gaan voor. Programma Onbeperkt meedoen zet zich uh, in, uh, inderdaad in voor uh, mensen met een beperking. En uh, we proberen eigenlijk ervoor te zorgen dat er minder drempels uh, zijn voor mensen met een beperking. Want dat vond ik heel mooi in het voorbeeld van Marcin. Uh, je hebt pas een beperking, eigenlijk omdat de maatschappij zo is ingericht uh, dat jij dingen niet kan doen. Mm -hmm. Dus dat zorgt ervoor de, voor die beperking. Dat noemen ze ook wel het sociaal model. En dat is ook wel iets wat we uh, iflab naar voren proberen te, te halen in, uh, uh, in het ontwerpproces. En ik vond het ook mooi wat. Uh, Frieks net schetste over dat je verschillende partijen bij elkaar brengt. En dat was ook wel echt een van de grote lessen in dat What If Lab. Waar we dus um, ja, samenwerken met partijen als de HEMA, um, uh, ondernemersorganisaties als VNO en CW, um, cliëntenorganisaties voor ervaringsdeskundigen. En het waren hele andere nou, talen dus die met elkaar probeerden te, te spreken. En zo um, ja, eigenlijk tot een uh, mooi concept wilden komen om. Uh, uh, Winkeliers vanuit een meer inclusievere mindset te laten denken. Ook meer vanuit dat sociaal model: van nou ja, de, het ligt niet per se aan degene die een stok heeft of in een rolstoel zit of, of een visuele beperking heeft, maar juist de winkel zorgt ervoor hoe die is ingericht dat jij niet goed het kan winkelen. En dat is dat hele proces we doorlopen. en Er zijn twee hele mooie, nou hier is het trouwens een van de ontwerpen. Uh, is te zien een drempelloostoos volgens mij en volgens mij zit ook een van de ontwerpers hier zit zelfs in de zaal volgens mij is die Anna daar zitten ja precies leg eens uit wat, wat zien we um, dit is wel mooi dat kwam net van ook in het filmpje terug dit was uh, Studio Corvers heeft daar een, een soort box een ervaringsbox ontworpen um, om eigenlijk ja vanuit om uh, winkeliers eigenlijk meer te laten denken vanuit het perspectief van uh, iemand die een beperking heeft zodat je een beetje enigszins op een heel laag niveau eigenlijk al heel Drempel verlagen, dus um, uh, het idee krijg goed nou is om uh, een beperking te hebben zodat je de winkel daar ook op kan aanpassen. Ik zie brilletjes, geloof ik. hè? Ja, dat is ook een hele, een hele leuke foto opgeleverd met Tamara van Ark die ook het brilletje op deed. Uh, ja, hier, hier zit ze inderdaad, dus. Uh... Wat gebeurt er met het brilletje? Wat nou, is... dat is dus dat je moet een soort van effect geven alsof je een beetje volgens mij staar hebt of een bepaald soort wazigheid in je oog. Dat je yeah. en als je naar een winkel loopt, um, dat je dan ja enig, kan zien wat je voor je obstakels ziet. Dat je een beetje een soort van gaat ja. tasten van uh, om dat uh, zo te zien. En ook een klein, op een heel klein niveau al uh, een beetje er mee te worden genomen hoe het is om een beperking te hebben. Dus dat was al een hele mooie vondst. Mm -hmm. En en wat ik wel heel erg, ja, waar ook de beleidswereld, ook wel VWS, als ministerie, vond ik ook net aangesproken, wel wat van kan leren is hoe ontwerpers nou zo'n. Um, ja, hoe mensen hoe zij eigenlijk betrekken. Wat voor mij van ontwerpers van nature heel goed afgaat, is uh, de mensen waar het om het gaat, waarvoor ze ontwerpen, hoe zij die betrekken. En daar kunnen wij, denk ik, als VWS of het beleidswereld, de, de Rijksoverheid, nog echt wel heel veel van leren. Dat dat ons niet van nature goed afgaat om meteen stil te staan bij degene waar het om gaat, iemand die in de. Uh, schuldhulpverlening zit of uh, ja, iemand die uh, bij de vrouwen op zit, of in ons geval mensen met een beperking. Hmm. En, en ja, hoe kan dat, denk je? Ja, als je het over systeemwereld hebt. Nou ja, ik, ik werk dan nu uh, ik werk dan in Den Haag. Uh, uh, nu vooral vanuit huis. Um, ik denk dat je best wel op afstand staat voor best wel veel uh, beleidsmensen uh, uh, die beleid maken. En ja, ik vind zo'n project ook heel waardevol om juist meer. Richting, ja, meer richting gewoon het echte leven te gaan en daar mensen bij te betrekken. Dus uh, in COVID-tijden is dat heel lastig geweest om ook meer in het echte leven te duiken... omdat even, het echte leven meer even op pauze stond, als het ware. Um, dus ik roep ook altijd collega's op om... Ja, ik probeer dat zelf ook te doen om ja, juist meer... zoveel mogelijk um, ja, met de mensen waar je voor je beleid maakt... daarmee in contact te komen en dit ook te bevragen... en ook het hele proces mee te nemen. En um, nou, het programma Onbeperkt Meedoen is opgericht omdat we, uh, Nederland heeft het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking uh, vijf jaar geleden getekend. En een van de ondertitels ook van het uh, verdrag is Niets over ons zonder ons, wat dus ook ja, vanuit eigenlijk het principe hanteert van, nou ja, je moet dus beleid maken. Dus ook als je bij een, bij een gemeente werkt of bij het ministerie van INW als je voor vervoer gaat, dat je eigenlijk nooit beleid over mensen maakt, altijd met met de mensen waar het over gaat. Dus als je een station uh, toegankelijker wil maken, kijk naar de doelgroep en dan neem ze mee. En dat ook naar dat hele proces, dus ook aan het eind, om te kijken, ja, is het nou naar tevredenheid? <laughs> Want daar, daar wordt, daar wordt ook nog wel eens vergeten. Dus dat is in dat hele proces. En dat is eigenlijk niet een soort afwinklijstje, maar dat is meer een soort proces met je wat met elkaar door, doorloopt. En um, ja, waar je ook niet waar je ook niet mee klaar bent. Dat is iets, iets continus wat je eigenlijk in je hele leven of in je hele eigenlijk je werk mee moet nemen. Ja. Ja. Nou ging het in dit project vooral nog volgens mij om fysieke beperkingen, hè? zichtbare beperkingen. Ging het ook over mentale beperking? Wat nou zeker, dus een Om, van de projecten, een van de ontwerpers van bureau INC, die een van de uh, ontwerpenoplossingen had aangedragen, die heeft ook, uh, hun project ging meer over bejegening, dus dat ging meer vanuit het uh, uh, hoe je personeel kan trainen, hoe zij um, ja, omgaan met mensen die een beperking hebben. Mm -hmm. En um, dus dat gaat ook over ja, mensen met een onzichtbare beperking, dat, die hebben bijvoorbeeld een heel groot um, uh, dus dat is, is een probleem bijvoorbeeld als je op de arbeidsmarkt kijkt, als je een onzichtbare beperking hebt. Hoe gaat je werkgever daarmee om als je van het solliciteren bent? Dus daar, um, dus daar moet ook inderdaad wel aandacht voor zijn. Ja. En dat is dan bewustwording aan de kant van de werkgever in dit geval? Ja, want hebt... dat is precies wat ik ja, probeerde net te schetsen. Is we willen juist werken aan dat de maatschappij uh, haar drempels verlaagt of dat er geen drempels meer zijn. Want dan, hoef je, dan heb je eigenlijk geen beperking meer. Als die drempels er niet zijn, zodat je kan meedoen. Mm -hmm. Dus dat is ook, daar moet je, daarom richten we ons ook meer op de... Ja, ...op de winkeliers, maar ook werkgevers, uh, onderwijsorganisaties van onderwijsinstellingen... ...die zich ja, hard maken voor jongeren met een beperking om juist aan die kant te werken... Uh, ...zodat zij hun werkplek of uh, een sollicitatieprocedure zo inrichten dat iedereen daar aan mee kan doen. Dus dan ja, heb je dan nog een beperking. Nee, ja, dat, dat doet er dan niet toe. Ja. We hadden het net al, Sadiq zei ook, let altijd op de output. Wat, wat heeft dit bij het ministerie veranderd, dit project? Um, nou wat, wat ik wel een van de grote lessen vind in dit, in dit project is dat ook het, het eigenaarschap over zo'n uh, ontwerp, want dat, dat neem ik ook wel ter harte, is dat als je een ontwerp maakt, uh, zorg er ook voor dat je vanaf het begin goed nadenkt over wie gaat, het, wie gaat er mee aan de slag. Uh, dat is bij Of een, een die projecten hebben, zijn we daar tijdens het proces ook al achter gekomen dat dat eigenaarschap niet altijd aanwezig is. En dat lag vast voor winkeliers ook heel lastig om het te implementeren. Kortom, de winkels waren dicht. Dus dat verzin je ook niet in zo'n proces. Ze zouden ja. in principe wel willen om deze, al deze mooie uh, toepassingen te implementeren. Maar ja als je winkel dicht is en je bijna failliet gaat, ja, dan valt er weinig te implementeren. En dan kan je je wel betrokken voelen. Dus dat is wel. Um, voor ons ook wel een les als je zoiets met zo'n ontwerpproces ingaat. En wij zijn er ook betrokken van het VWS, vanuit de kant ook omdat, van mensen met een beperking, dat je ook wel zorgt: degene die die verandering brengt, dat je die meeneemt en die ook um, echt vanaf het begin af aan commitment daar ook van vraagt. Um, en dat, om het ook wel echt te gaan doen. En dat is wel voor ons ook wel een volgende stap. Want ja, het, we gaan nog, gaan nog gewoon lekker, lekker door met het VWS de komende nou, decennia, denk ik wel, met dit uh, onderwerp. Goed zo. Het is nog een lange weg te gaan. Ja, ga gewoon doen. Dat is wel een, een van de lessen. Dankjewel, Frank, fijn dat je het wilde toelichten. Jullie ook dank voor jullie verhalen, perspectieven. Uh, Shai, ik zou jou graag nog even willen spreken over wat gaat er gebeuren bij de Embassy. Ga lekker naar de staattafel. Ja. Oh ja. Want ja, de zijn Week is nog ver weg, natuurlijk. Maar het mooie van die embassies is dat er altijd het hele jaar door ook van alles gebeurt. Met partners, met kleinere projecten, met überhaupt het vinden van een narratief. Shai, wat staat er? op de agenda de komende tijd? Ja, uh, yeah, wij gaan door met uh, dit soort gesprekken... wat we nu uh, vanavond uh, samen mogen doen. En uh, dat willen we doen in de vorm van uh, lunchdialoog. Uh, we willen verschillende plekken in Nederland... waarbij we of mooie voorbeelden voor inclusie zien... of mooie uh, vraagstukken voor inclusie. Daar willen we gaan uh, met een groep van ervaringsdeskundige uh, organisaties... Um, ontwerpers, men, mensen die heel graag mee willen denken. Samen aan uh, um, de narratief, of het de narratieve. Of uh, uh, wat ik net noemde als de uitnodiging van de embassy. Uh, om dat samen vorm te geven. Um, en, en ja, ik persoonlijk zie ik de, nou, de DDW, de Dutch Design Week, als en onderdeel van een lange traject. Dus wij werken natuurlijk naar een moment in oktober. Maar eh, dat is niet een percent resultaat, maar meer een milestone... binnen het langere traject van de, van de embassy. En wat mooi aan de DDW is, is dat je, je krijgt heel veel verschillende mensen eh, met eh, een soort energie om samen te denken en samen te doen. En dan na de DDW, alle input kan eh, vertaald worden tot output. Uh, dus ik hoop dat we in de komende maanden uh, met de lunchdialoog uh, onze verhalen, uh, of verhalen uh, scherper kunnen krijgen samen uh, met, met elkaar. En hoe kunnen we ons daarvoor aanmelden als we deel willen uitmaken van zo'n lunchdialoog? Heel goede vraag. Uh, bij uh, Dutch Design Foundation, bij ons, uh, World Design Embassy. Uh, met Pauline en Johanna werken we samen. En um, ja, we gaan kijken naar verschillende locaties in Nederland. om die, zo onze uh, ontmoetingsmomenten in te plannen met verschillende mensen. Ja. Jij hebt een beetje zitten luisteren, ook de tweede helft natuurlijk van het programma. Yeah. Wat, wat is er blijven hangen? Is er één ding, één thema, één zin misschien. waarvan je denkt, ja, die gaan we zeker meenemen? Uh, heel veel. <laughs> Want ik zit natuurlijk als... Uh, mijn, mijn hoofd gaat dan, oh oké, okay, en nu wat, en nu wat. Um, Noem maar het wat, je mag ook een paar noemen natuurlijk. Ja, yeah, um, dus het is... ik kan niet één zin... Uh, terugkoppelen, maar... ik... Um, wat ik meeneem... Dus, is dat... Ja, hoe kunnen we aan één kant... aan dat... Uh, bevragen, uh, herdenken... denkpatronen... Te identificeren en aan de andere kant ook uh, actiegericht um, de successen laten zien. Hoe kunnen we daar um, ja, weer navigeren? En ik denk dat dat best wel uh, kan, want ik, ik heb al in mijn hoofd dus zo mooie voorbeelden voor die, die eigenlijk uh, antwoord geven op verschillende vraagstukken. Dus ik hoop om, om ja, praktij en manier van denken soort samen te brengen. Mooi, en geen makkelijke klus, denk ik. Nee, maar Succes dat is heel met leuk navigeren bij de dank Embassy. Je wel. Gaat vast lukken. Nogmaals dank voor jullie verhalen. En uh, dank voor het kijken natuurlijk. We zijn er over twee weken weer met de Embassy of Safety. 3 maart ook weer om 6 uur. Heel graag tot dan.